Orgaandonatie, een zaak van leven en dood. Inleiding, nieuwe kansen, tekort aan donoren. Initiatief van een Dijkstra om tekort weg te werken. Soorten transplantaties, organen en weefsels te verkrijgen door orgaandonatie. Ik heb hier één voorbeeld, een nieuwe kans. Erik Weitsma, ongeneeslijke ziekte galwegen. Plots een nieuwe lever, voor de dood weggehaald. Ik kreeg een tweede kans, barsten van de energie. Loopt een halve marathon, donorwerving, iedereen heeft recht op een leven. Met andere woorden, ga daarvoor. En deze paradepaardjes komen op de scholen, op de middelbare scholen en vertellen hun verhaal. En ik ben blij voor ze dat het beter met ze gaat. Maar met heel veel mensen gaat het anders. Er zijn zelfs mensen die zeggen, had ik het maar niet laten doen. Elk jaar sterven 150 mensen, ondanks intensieve donorregistratiecampagnes. Dringend behoefte aan meer donoren, Pia Dijkstra, D66 lobby voor ja, tenzij keus orgaandonor, om aan meer orgaandonoren te komen. September 2016, Tweede Kamer neemt dit voorstel over. 75 stemmen voor, 74 tegen. Een Pyrrhus-overwinning. Minimum. Eigenlijk zouden ze bij het kabinet moeten zeggen, minstens de helft moet aan de andere kant. Dit zijn geen getallen die je moet nemen. Dan moet minstens moeten er 20 of 30 of 40 of 50 stemmen verschil tussen zitten. Februari 2018, Eerste Kamer neemt het voorstel aan, 38 voor, 36 tegen. Abortuswet in 1981, 38 voor, 37 tegen. En door dat voorstel zijn intussen 1 miljoen minder Nederlanders. 30.000 per jaar. Door één stem. Donorregistratie, nieuwe donorwet per 1 juli 2020, wat houdt die in? Het register ja of nee, mijn familie beslist of een door mij gekozen persoon beslist. Ieder boven 18 die zich niet geregistreerd heeft, krijgt een aantal brieven thuis, is automatisch geregistreerd. Donatie tenzij nabestaanden voldoende aannemelijk kunnen maken dat jij echt geen donor had willen zijn. Als jij geconfronteerd wordt met een geliefde die in diep coma is, die in het ziekenhuis ligt en je wordt na een paar uur gevraagd door de dokter, we kunnen echt niks meer doen, mogen we de organen? Dat is een vraag die je in de grond slaat. Dat is een vraag die zo diep gaat. Momenteel heeft 25% nog niet gekozen. Die zijn automatisch donor. Als mensen om wat voor reden dan ook niet de papieren hebben ingevuld of teruggestuurd, zich niet hebben laten registreren, dan zijn ze, als ik het zo mag zeggen, donor. Tenzij u kunt verklaren dat hij echt niet, heeft hij het ergens thuis op een papiertje gezet dat hij dat niet wilde? 5 soorten donaties. Heartbeating donation, donatie na brain death, hersendood. Non-heartbeating donation, donatie na stilstand van de circulatie, van de bloedcirculatie. Donatie bij leven, mensen die bij leven organen geven. Donatie bij euthanasie. En xenotransplantatie, wat wil zeggen transplantatie van dieren. Vooral het varken is niet zo erg complimenteus misschien, maar lijkt veel op ons wat betreft organen. Het hart van een varken lijkt heel erg veel op dat van een mens. Dus hartkleppen worden sowieso al gebruikt. Maar dieren brengen vaak ook virussen mee. En ja, dat zijn dingen waar je toch best wel voorzichtig mee moet zijn. Orgaandonatie, weefseldonatie, wat wordt er zoal van jou aan organen verzameld? Na hersendood gaat het om hart, longen, lever,
nieren, alvleesklier, dunne darm, maar soms gaat het om je gezicht, om je handen, om je armen, om je luchtpijp, om je strottenhoofd, om de tong, om de penis, om de baarmoeder. En in Italië is iemand die bezig is met het transplanteren van hoofden. Donatie naar hartdood. Nieren, lever, longen, alvleesklier, hart. Donatie bij leven. Nier, een deel van de lever. Jij kunt een deel van de lever missen. Ze kunnen best een stuk, een kwab van de lever eruit halen en bij iemand overplanten. Long, je hebt twee longen. Je kunt er één missen. Je kunt ook een halve long missen. Stamcellen, bloed. Weefseldonatie tot 24 uur na het overlijden. Dat zou eventueel in het mortuarium nog kunnen. Bot, kraakbeen, peesweefsel, huid, hoornvlies, bloedvaten, hartkleppen. Om u een idee te krijgen waar het om gaat. En hier heb je, waar ik net ook over gelezen heb, een nieuwe definitie van dood is nodig. Een paradigma shift. Een paradigma is een andere wereldvisie, een andere denkvisie. Wij denken op een bepaalde manier. Ons denken wordt beïnvloed door de wereld, door de boze, door het oude ik. Maar op de eerste plaats, als je kind van God bent, door God zelf, door zijn woord en door het gebed. Een nieuwe definitie van dood, paradigma shift, haken en ogen. Want in de hele tijd daarvoor was het zo dat alleen mensen die overleden waren, daar werden de organen weggehaald. En die organen die konden niet meer gebruikt worden. Donatie na hersendood. Een totaal nieuw begrip. En dat was nog niet eerder bekend. Maar als de hersenen dood zijn, dan ben jij dood. Donatie, DBD, Donation After Brain Death, DBD. Verkeersongeval, dat gebeurt in een ogenblik. Mevrouw en ik hebben het een paar jaar geleden meegemaakt. Ik raakte de macht over het stuur kwijt en tolde over de snelweg naar de andere kant waar de auto's langs raasden. En dat ik hier sta is dan weer een wonder van God. Samen met mijn vrouw. Intensive care, daar kom je terecht, daar ligt hij. Diep comateus. Er worden een aantal proefjes gedaan, er wordt wat bloed afgenomen. Er wordt gekeken, er wordt misschien een hersenfilmpje genomen. Meestal doen ze dat wat later. Er wordt in ieder geval een foto gemaakt van het hoofd. Wat is er aan de hand? CT-scan. Overigens kun je daar niet verschrikkelijk veel op zien. Maar je kunt wel zien of er bijvoorbeeld een flinke bloeding in het hoofd zit. Diagnose, er dient sprake te zijn van een dodelijk onbehandelbaar hersenletsel. Uitsluitingscriteria, ik ga ze niet allemaal doornemen, maar er zijn een aantal regels waarbij duidelijk gezegd wordt, hierbij mag je nooit onderzoek op de hersendood doen. Bijvoorbeeld bij onderkoeling, als iemand bijvoorbeeld uit het ijs gehaald wordt en een temperatuur heeft van 25 graden of 20 graden, dan mag jij pas gaan onderzoeken op hersendood, de stamcel, de hersenstamfuncties die hier aangestuurd worden, hier van deze plek hier vanuit de hersenstam. Zo zijn er ook meer punten. Heeft de patiënt bepaalde medicatie genomen? Is hij misschien toxiciteit van alcohol of van ecstasy of van drugs of van wat dan ook? Dat mag hij niet gebruikt hebben. Geen antiepileptica of andere middelen mag hij gebruikt hebben. Dus er is best een strenge selectie. Klinisch neurologisch onderzoek wordt dan gedaan. Het bewustzijn ontbreekt. Verder ontbreken de hersenstamreflexen. Ik laat u dadelijk zien wat dat inhoudt. Aanvullend onderzoek vindt daarna plaats. Uitval van de grote hersenen. Een EEG. Of een transcranieel dopploronderzoek. Dat is een geluidsonderzoek waarbij gekeken wordt of er sprake is van circulatie van bloedvaten in het hoofd. Cerebrale angiografie. Er wordt wat
radioactief stof ingespoten en er wordt gekeken of het oplicht in de hersenen. Is er een stop, dan betekent dat dat er geen bloedvatcirculatie is. Apneutest is de laatste test. Kan de donor zelf nog ademen? Hersendood, daar heb je het. Je kijkt naar zijn ogen. Je luistert of er ademhaling is. En het derde plaatje is het schijnen met een lichtje in hele grote pupillen die totaal niet reageren. Als bij ons met een lichtje op de pupil wordt geschenen, dan wordt die kleiner. Maar bij deze mensen wordt de pupil reageert totaal niet op licht. Een hersenstamreflex van de derde hersenzenuw. En dan heb je ook nog dat iemand zijn hoofd naar links en naar rechts wordt gedraaid. En bij ons zul je zien, jij kijkt mee. Maar bij deze mensen kijken ze niet mee, maar heb je de zogenaamde poppenstand van de ogen. De ogen blijven star, stilstaan, draaien niet mee en kijken recht voor zich uit. En tot slot doen ze nog een onderzoek waarbij ze ijswater in het oor spuiten. Doen ze dat bij ons, dan krijgen we zogenaamde nystagmus. Dat wil zeggen dat het oog heel snel heen en weer gaat bewegen. Snel naar die kant terug, snel naar die kant terug, snel naar die kant terug. Nystagmus. Bij deze mensen gebeurt niets. En is er sprake van totaal geen reactie. Dan wordt er nog met een wattenstaafje over het hoornvlies gewreven. Nou, als dat bij ons gebeurt, knippen we hem dicht. Zij knipperen hem niet dicht. En op grond daarvan wordt gezegd, nou, dat lijkt heel erg op hersendood. We doen nog even een paar onderzoeken en dan weten we het zeker. Hersendood. Kijk eens naar het EEG. Dat ziet er vrij vlak uit. Dus geen sprake van. Maar zo ziet het er ook uit bij iemand die onder het ijs heeft gelegen. Helemaal vlak. Zo ziet het er ook uit bij mensen die bijvoorbeeld heel veel valium hebben gebruikt. Vlak. Dus je moet een aantal dingen uitsluiten. Hersendood, apneutest, 10 minuten loskoppelen van de ademhalingsmachine. Ik zal u straks vertellen dat dat een test is die je eigenlijk af zou moeten schaffen. Want dit is een verschrikkelijke test waarin je inderdaad heel veel complicaties op bij de patiënt brengt. Hier heb je dan al die apparatuur die erbij hoort. Uitspraak van de arts, ze komen naar de familie, er is niets meer aan te doen. Dat is het eerste wat ze tegen de familie zeggen. Er is niets meer aan te doen. Dat dreunt na. Er is niets meer aan te doen. Ja, maar jullie moeten toch nog wat onderzoeken doen en en dan de volgende vraag is, uw man of vrouw of kind is overleden. Hersendood. Ja, maar kijk eens naar hem, het lijkt net of hij slaapt. Hij is nog roze, hij wordt met ademhaling geholpen, maar zijn hartslag is er nog. Hij lijkt meer te slapen dan dat hij dood is. Hij is dood. En ik wil u ook zeggen dat met uw man of uw vrouw of uw kind of uw geliefde kan 8 levens redden door orgaantransplantatie en 100 levens redden door weefseltransplantatie. Nou, dat is hier in het ziekenhuis liggen hele zieke mensen. Wilt u een paar organen laten afslaan of misschien ons de gelegenheid geven om wat organen te gebruiken? Uw man heeft daarna er toch niks meer aan. Orgaantransplantatie, gigantische ontwikkeling in de geneeskunde sinds 1950. Reanimatie, 1960. Kunstmatige beademingsmachine, 1952. Vraag, er waren patiënten die al heel lang in coma waren. Coma dépassé, in Frankrijk werd dit voor het eerst zo genoemd. Dat betekent is voorbij het coma, onherstelbaar coma. Met onherstelbaar verlies van hersenfunctie. Hoe lang moet je doorgaan met beademen? En de vraag werd heel zachtjes gesteld, kun je die mensen niet gebruiken voor orgaandonatie? Probleem, voor 1968 werd orgaantransplantatie pas uitgevoerd bij patiënten die echt overleden waren, hartstilstand, maar vaak waren hun organen dan niet meer te gebruiken. Dan komt Christiaan Barnard, december 1967, eerste harttransplantatie Kaapstad,
Deze vrouw overleeft dat maar een paar jaar, een paar dagen. De volgende harttransplantatie die erna gedaan wordt, die overleeft 18 maanden. Maar dus, dat is wereldnieuws. Barnard is in één klap een beroemdheid geworden. De patiënt stierf pas echt op de operatietafel. Want wat blijkt, de mensen liggen op de operatietafel, het hart klopt nog. De organen zijn nog levend. Die kunnen ze allemaal goed gebruiken. En dan beginnen ze. Een nier en nog een nier. En de lever. En de dunne darm. En dan de longen en als laatste het kloppend hart. En dan ben je echt dood. Nee, hij was daarvoor al dood. Hersendood. Dus je gaat twee keer dood. Was hier sprake van moord? Niet als hersendood hetzelfde was als dood. Dus ze moesten een formule bedenken dat hersendood hetzelfde was als dood. Dan was je uit de problemen. Eerste paradigma shift, daar komt het. Het denken van de mens wordt helemaal op zijn kop gezet. En dat gebeurt in deze tijd ook met allerlei dingen. Ook met corona en met allerlei andere dingen. Worden bepaalde gedachten van ons worden beïnvloed door de televisie, door de media. En het gaat mij niet om de keuzes. Ieder respecteren ieders keuze. Maar op allerlei fronten wordt ons denken beïnvloed. Eerste paradigma shift. Shift betekent de verschuiving en die is fors. Harvard-commissie in Amerika, 1968, gaat al een week nadat Barnard zijn eerste operatie heeft gedaan. En intussen is in Japan al een arts in de gevangenis gezet, omdat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan moord. Want het kloppend hart heeft hij eruit gehaald. Harvard-commissie komt met de nieuwe dooddefinitie. Permanent coma is hersendood, is dood. Deze nieuwe definitie van dood heeft alles te maken met de transplantatiegeneeskunde. Meneer Beecher, het hoofd van de commissie die daar zat, die zei het heel letterlijk zo. Ach, we moeten ons niet zo druk maken over het moment waarop je iemand dood noemt. Denk alleen aan degenen die organen nodig hebben in het ziekenhuis. Harvard-commissie. Reeds een maand na de eerste harttransplantatie samengesteld. Het rapport kwam er reeds 6 maanden tot stand. Bevat geen wetenschappelijke verwijzing. De conclusie hersendood is dood werd ook wettelijk vastgelegd. Gevolg, de arts was niet schuldig aan moord. Je kon rustig kon je nu doorgaan. En nu hadden we eindelijk organen die geschikt waren voor transplantatie. En de artsen waren niet schuldig. Wat werkt er mee aan de paradigma shift? Dat is heel erg, dat weten een heleboel mensen, weten dat niet. Een beetje geschiedenis. Voorzitter anesthesist Henry Beecher was in de tijd van de Koude Oorlog, 1950, als topwetenschapper betrokken bij experimenten bij krijgsgevangenen. Hij was op zoek naar waarheidsserum Mind Control. Hij dronk diep uit Dachau's vergiftigde bron. Ik heb het uitgebreid beschreven in mijn boek. Werd geadviseerd samen te werken met oorlogsmisdadiger hoofdkamparts Walter Schreiber. Hij leerde veel van hem. En Walter Schreiber was iemand die mensen ook onderzocht op het gebied van hoe lang duurt het voor ze doodgaan. En ook op de meest wrede manier. Beecher was daar diep van onder de indruk. Hij introduceerde in 1968, heeft daar een beetje druk achter gezet, het begrip hersendood. Als iemand hersendood is, dan is hij dood. Zijn paradigma, verandering van denken, was voorbereid op het zetten van de grote stap, hersendood is dood. Ja, maar kijk eens naar hem of naar haar. Hij ziet er nog zo levend uit. Maya. Illusion. Hoeveel tekenen van leven de patiënt ook vertoonde, men moest hem zien als dood. Op het moment dat ze keken naar de patiënt,
Dan zagen ze niet iemand die bijna dood was of dood was, maar ze zagen iemand die levend was. Hij plaste nog. Dat zagen ze aan de zak die aan de bed hing. Er waren nog heel veel functies, ik zal er dadelijk iets van laten zien, die nog intact waren. Past in hindoeïstisch denken, Maya is illusie. Er komt heel veel hindoeïsme in ons denken binnen, uit het oosten. Ik heb daar een boek over geschreven. De familie zegt, hij leeft nog. De arts zegt, hij is echt dood. Dokter, kijk nou eens naar hem. Nee, hij is echt dood. En ja, maar als hij dadelijk op de operatietafel ligt, geven jullie hem narcose, is niet dood, want het is niet nodig, want hij is dood. Hij voelt helemaal niets. Dokter, voelt hij echt niks meer? Nee, hij voelt niks meer. Hersendood is geen diagnose, maar het is een prognose. Het is een waardeoordeel. Het gaat om zeer ernstig zieke patiënten. Als een mens met zo'n zwaar hersenletsel niet onmiddellijk de juiste behandeling krijgt, komt deze zeker te overlijden. Er is dood weefsel. In de hersenen heb je een soort kring van dood weefsel. En om dat dode weefsel heen heb je een gebied waarin het weefsel nog wel vitaal is, maar niet meer functioneert. 48 uur lang. Dat is weefsel wat te redden is. Dat is een flink stuk. En ik heb hier als laatste staan, er is dood weefsel, ontsteking, fnuikend is de toenemende hersenzwelling, waardoor herseninklemming kan plaatsvinden. Normaal is het zo, als wij een enkelzwelling hebben en hij zwelt naar buiten en het wordt heel erg wijd, dat geeft niets. Maar in de hersenen heb je geen ruimte, want er zit een schedel. Hersenzwelling met inklemming, ik heb hem hier laten zien, u ziet het. De hersenen kunnen geen kant meer op. En duwen dan op de hersenstam. En in de hersenstam zit de motor voor de ademhaling en de motor voor het hart. Is hersendood hetzelfde als dood? We gaan er eens over nadenken. Wet op de orgaandonatie, artikel 14, lid 1 zegt, voordat een orgaan wordt verwijderd, wordt de dood vastgesteld door een arts die niet bij de verwijdering of implantatie van het orgaan betrokken mag zijn. Indien het voornemen bestaat tot het verwijderen van een orgaan uit een beademd stoffelijk overschot, wordt de dood vastgesteld. Ik laat de rest tegen. Een hersendode is niet dood. Waarom niet? Een beademd stoffelijk overschot is een contradictio in terminis. Spreekt elkaar tegen. Waarom? Als je iemand die dood is gaat beademen, dan blaas je hem op. Ga maar naar het mortuarium toe en probeer maar iemand te beademen. Ze ademen komt helemaal niet binnen, maar iemand wordt opgeblazen. Een lijk heeft geen innerlijke ademhaling meer. Daar gaat het om. De lucht komt in de longen. In de longen gebeurt er ontzaggelijk veel. Er is een bom van leven in de longen. Want de bloedvaten die langs de longblaasjes gaan, die doen ontzettend veel werk. De rode bloedcellen die pikken de zuurstof op, die leveren de koolzuur af. Er vindt een intensieve stofwisseling plaats, uitwisseling plaats. En dat heet de innerlijke ademhaling. En een dode heeft die niet. Je kunt uiterlijk ademen, maar innerlijk is de ademhaling afwezig. Er komt geen druppel van die adem binnen. Innerlijke ademhaling vindt alleen bij een levende plaats. Een actief proces van zuurstofopname en het afstaan van koolzuur in de longen. Bij de hersendoden is de innerlijke ademhaling 100% intact. Een hersendode is niet dood. Hersendoden bruisen van het leven. Kijk eens wat er intact is. De innerlijke ademhaling, de cardiovasculaire functie, de bloeddrukregulatie, de temperatuurregeling, de uitscheiding van urine, ontlasting en zweet, de stofwisselingsprocessen, opname voedingsstoffen, de hormoonvorming en afgifte, soms wel wat verstoord, maar je ziet ook nog eens dat die niet verstoord is. Actieve respons op medicatie,
Ze reageren goed op medicijnen. De lever die reageert goed op het afbreken van de medicijnen. Genezing van wonden. Als hier een wond zit, je ziet hem mooi genezen. Want al die genezingsmechanismen zijn nog allemaal aanwezig. Heftige cardiovasculaire en hormonale reacties bij de huidincisie. Bij de huidincisie, dat betekent dat er vanaf de keel tot aan het schaambeen alles opengesneden wordt. Dan zie je bij degene die op die tafel ligt, zie je de hartslag waanzinnig omhoog gaan, bijna 2 keer te hoog. De bloeddruk loopt waanzinnig hoog op en een enorme hoeveelheid stresshormonen komt vrij. Is dat een lijk? De normale rijping en groei van de foetus, de normale groei en seksuele rijping van kinderen gaat gewoon door. De homeostase, dat betekent evenwicht, de zuurgraad van het lichaam, die blijft mooi tussen 7 en 8. Temperatuur blijft mooi tussen 36 en 37 en een half, 37. Het zeer complexe stollingssysteem, immuunsysteem, is helemaal intact. De erectie en de ijssprong zijn intact. Reflexen zijn intact, behalve in de hals. Daar waren ze niet intact. Een hersendode is niet dood. Aan echte lijken heeft de transplantatiegeneeskunde niets. Hersendoden zijn lijken met een slaand hart. Hersendode zwangere vrouwen, dat is wat. Die zwangere vrouwen die komen daar, die worden hersendood verklaard, is dood. Maar ze kunnen nog rustig 3 maanden de zwangerschap uitdragen. Een lijk die nog 3 maanden een zwangerschap uitdraagt. Via de placenta zuurstof geeft aan de baby. Voedingsstoffen afgeeft. Afvalstof verwijdert. Is allemaal nog intact. Kunnen nog 3 maanden doorgaan. En dan worden ze nog eens een keer hersendood verklaard. En op de tafel gaan ze echt dood. Er zijn steeds meer voorbeelden van overlevers die net niet onder het mes gingen. Wat belangrijk is voor een hersentrauma, is dat je de tijd geeft. Hersenen hebben lange tijd nodig om te genezen. Dus je moet de tijd geven. En hier wordt soms al na 12 uur gezegd, we kunnen niks meer doen. Ja, ze wachten niet. Hersenen hebben de tijd nodig. Ik zou liever het woord hersendood willen veranderen door falende hersenen. De hersenen die hebben, als een nier niet goed meer werkt, zeg je toch ook niet dat iemand nierdood is. Opzienbarend onderzoek van professor Deutschmann, 2000 tot 2005, toonde aan dat 1/3 van de zogenaamde hersendooddiagnose niet klopte. Het was gewoon natte vingerwerk. Onderzoek 2022, bij 1/4 van de hersendoden, onderzoek in Duitsland, waren nog tekenen van leven op de operatietafel. Je vraagt je af hoeveel mensen waren eigenlijk nog levend op het moment dat al die organen eruit gaan. Een hersendode is niet dood. Een hersendode overlijdt binnen 1 week. Dat is wat gesteld wordt. Wat toonde professor Alan Schumann, een neuroloog, aan? Dat 175 gevallen had hij die langer dan 1 week overleefden, zelfs tot 14,5 jaar. Hersendood, er is sprake van een totale uitval van de hersenen, de hersenstam en het verlengde merg. U ziet het. Het roze gebied is de hersenstam. Het bovenste gebied heet mis en zevelon. Dan heb je de pons, dat wat uitpuilende gedeelte. Dan heb je de medulla oblongata, oftewel het verlengde merg. Dat is, en dat ligt meteen onder het achterhoofdschat. Dat is het gedeelte en in dat gedeelte heb je een aantal kernen die te maken hebben met ademhaling, die te maken hebben met de hartslag, met de bloeddruk. Bij een hersendood is lang niet altijd sprake van een totale uitval van hersenen, hersenstam en verlengde merg. Daar willen we de tijd slijken, is een heleboel tekst over. Behalve de eerste misschien pak ik even. Het EEG is een onnauwkeurig onderzoek, want het pikt slechts 2 tot 4 millimeter van de hersenen. Zo'n klein stukje. En van dit stuk weet ik niks. Onnauwkeurig onderzoek. Tweede onderzoek, Doppleronderzoek en angiogram.
die dus op moet meten of er nog doorstroming van bloed is in de hersenen. Die zijn onnauwkeurig op het niveau van de fijne doorstroming van de hersenen. We hebben namelijk onderzocht dat als de hersenbloeddoorstroming boven de 20% nog zit, dan is er nog sprake van vitaal weefsel in de hersenen. Dat heb je onder andere bij het weefsel wat ik daar straks genoemd heb. De halfschaduw noemen ze dat, de penumbra. Dat ligt om het dode weefsel, doodweefsel, daaromheen levend weefsel een stuk. En dat levende weefsel met penumbra, daar is de bloeddoorstroming verminderd tot misschien 20%. Het angiogram laat een stop zien, doppelonderzoek laat een stop zien, maar in werkelijkheid is er nog doorstroming. Je hebt dus ander onderzoek nodig. De penumbra heb ik onder het derde punt gezet. De ischemische penumbra wordt het gebied van de winterslaap genoemd. Dat heb je als 50-80% van de bloeddoorstroming verminderd is en nog 20% over is. Als 10% over is, dan is het echt niet meer in staat om het weefsel levend te houden. 20% is nog net wel vitaal, maar het functioneert niet. En wat niet functioneert, stel dat het in het gebied van de hersenstam, die penumbra, zit. Dat is toch levend? Maar het functioneert niet. Dus al die proefjes doen het niet. Iemand wordt doodverklaard. Maar als ze aan de gang gaan met die penumbra, ik heb daar straks nog een plaatje van, dat wordt door de neurologen overgeslagen. En dat is juist daar kunnen ze de winst vandaan halen en iemand over de top heen helpen dat hij niet doodgaat en geen inklemming krijgt. Hartfunctie is intact, dat is heel bijzonder. Het hart klopt gewoon, is helemaal in orde nog. De bloeddrukregulatie vaak ook nog, en beide zijn een hersenstamfunctie. Dus de hele hersenstam is echt niet dood. Er wordt gezegd, ja, hersenen zijn dood, kleine hersenen zijn dood, hersenstam is dood. Verlengde merg is dood, bij de hersenstam. Absoluut niet, als je het gaat bekijken. Er zijn zelfs in de hersenstam nog allerlei delen die nog gewoon in leven zijn. Anders zou het hart niet kloppen. Bij abductie worden lang niet altijd hersenbeschadigingen in de hersenen en de hersenstam en het verlengde merg gevonden. Bij hersendoden. Willekeur bij de diagnostiek. Het is helemaal gek van te worden als je dit ziet. Sinds 1968 worden meer dan 40 verschillende hersendoodcriteria gehanteerd. Dat betekent dat iemand die in Kentucky ligt in het ziekenhuis doodverklaard wordt, maar als hij het geluk heeft in Texas te komen, dan zeggen ze hij leeft nog. Pas na aanvullend onderzoek kan iemand doodverklaard worden. En het weekend is er geen dat is ook zoiets. Op vrijdagmiddag om 4 uur of 4:30 's middags, dan wordt gezegd, we hebben nog een EEG nodig. Is de EEG-analyst nog aanwezig? Nee, die is er pas weer op maandag. Oh, anders hadden we hem nu hersendood genoemd, maar dan wachten we even tot maandag. Nou, en dan op maandag dan wordt dus de EEG-analyst gevraagd en die stelt vast, ja, inderdaad, het is vlak, de hersenen. En dan wordt er gezegd, ja, oké, we verklaren hem op maandag hersendood. Had eigenlijk op vrijdag al gekund, maar we doen het nu op maandag. Conclusie, persoon die hersendood verklaard is, is niet dood. Maar vindt de dood pas op de operatietafel na verwijdering. En dus is er sprake van moord. Ja, fijn, dank u wel. Ik moet er een beetje rekening mee houden, want ik heb veel plaatjes. Ik zal die nachtmerrie samenvatten. Dat is een jongen van 16 jaar. Aan de deur van huis wordt aangebeld, de politie. Moeder komt naar de deur en er wordt gezegd, uw zoon Christian is heel ernstig verongelukt. Hij ligt daar en daar in het ziekenhuis, is in diep coma. Gaat u snel. Helemaal in paniek, hartkloppingen. Daar gaan vader en moeder naar het ziekenhuis en daar ligt hun zoon. Is aan de buitenkant niks te zien. Hij wordt geholpen met ademhaling,
maar alle andere functies zijn, zoals gezegd, intact. Ik vat het maar even samen. En die vragen worden gesteld. En op een gegeven moment wordt gezegd, wij kunnen niks meer voor hem doen. En dan wordt er gezegd, op een gegeven moment mogen wij organen. En die mensen zijn onder stress. Want die vraag van mogen wij de organen, wordt een paar keer gesteld. Er wordt een paar keer gevraagd, mogen wij de organen? En uiteindelijk zeggen ze ook nog, en dat is heel manipulatief, uw zoon was zeker erg sociaal, hè? Wat moet je dan antwoorden als vader en moeder? Ja, natuurlijk. Oh, dan zou die zeker iemand willen helpen die een orgaan nodig heeft. Nog verder de drempel over. Ik kom over een half uur nog even vragen of u echt toch mee wil gaan met die donatie. Nou, ik sla dit over. Wat wel heel vernuikend was, ze kwamen ter plaatse van het onderzoek, was al een traumahelikopter waar al een transplantatieteam in zat. Hoe kan dat? Nachtmerrie, vervolg, vlak voor de begrafenis wil de moeder Christiane nog een keer zien. Begrafenisondernemer zegt, doe dat niet. Ja, maar ik wil hem graag toch nog een keer zien. Nee, doe dat niet. Ik wil hem nog een keer zien. En dan beschrijft ze in haar boek wat ze hierover geschreven heeft. Ik heb in mijn boek al informatie daarover. Dan beschrijft ze, hij zag eruit als een geslachte gans. Overal zaten nog naalden. Ze was slordig afgehecht. En wat was er weggehaald? De nieren, de lever, zijn hart, de bekkenbodem was weggehaald. De ogen waren weg, terwijl ze alleen gezegd hebben, ja, 1 of 2 organen. Hij was bijna helemaal leeggeroofd. En de moeder die besluit om op onderzoek te gaan en komt steeds verder erachter dat haar zoon eigenlijk nog helemaal niet dood was. Uiteindelijk komt ze in Engeland, waar de lever is gebeurd. En de arts, professor Evans, zegt, he wasn't even brain dead. Hij was niet eens hersendood. Zijn bloeddruk is veel te constant. Een nieuwe definitie van dood, een paradigma shift, haken en ogen, was nog niet genoeg. Want intussen gebeurde er van alles. De gordel voor de hersenen, of de gordel voor in de auto, de airbags, allerlei beschermmiddelen. Er kwamen te weinig hersendoden binnen. De mensen waren goed beschermd. En in het ziekenhuis waren nog meer ontwikkelingen. Ze konden bijvoorbeeld door middel van hartkatheterisatie konden ze in bepaalde bloedvaten de stolsels weghalen, respectievelijk dotteren, verwijderen met een ballon of een stent erin zetten. Ze moesten nog naar een andere oplossing gaan zoeken. Een tweede paradigma shift. Ga nog eens een keer kijken naar circulatiedood. We weten wel dat dat gevaarlijk is, want circulatiedood, als je daar iets te lang mee wacht, dan heb je niks meer aan de organen. Donatie na circulatiedood. Wanneer ben je dood? Geen adem meer, geen hartslag meer, koud, lijkstijfheid, lijkvlekken. Voor iedereen duidelijk. Grijze zone, klinisch dood. Grijze zone, interventies. Je kunt gaan reanimeren. Je kunt met de schok, met elektrische schok kun je mensen weer tot leven brengen. Biologisch dood. EHBO-boekje zegt, je hebt 4 tot 6 minuten klinisch dood. En die moet je benutten bij bijvoorbeeld na een half uur daar te plekken. Dan heeft het al geen zin meer. Nee, dat is niet helemaal waar. Het is te moeilijk. Het is een moeilijk onderwerp waar we mee bezig zijn. Maar toch, de punten op de i. Non-heartbeating donation. Er zijn steeds minder hersendoden. Daar hebben we het net al over gehad. Dit is wat je kunt doen. Je kunt een ballonnetje opblazen. Tweede paradigma, shift. Een rekbare definitie van circulatie, dood. Let op wat in gedachten nu. Het denken gaat weer veranderen. Er vindt in het denken een verandering plaats over de dood. Eerst wisten we wat dood was. Maar nu,
Als iemand hersendood is en nog dood er levend uitziet, dan noemen we hem dood. Nu circulatiedood. Circulatiestilstand treedt op. Na ongeveer 20 minuten, soms langere tijd. No-touch periode, met je handen van het lichaam van de patiënt afblijven. 75 seconden tot 30 minuten. Dood? Vraagteken. Operatie. No-touch periode, Nederland en de meeste landen 5 minuten. Letland 15 minuten. Italië 20 minuten. Nou, in mijn boek staat het allemaal genoemd. Maar in Denver Children's Hospital had het al zover gebracht dat ze zeiden 75 seconden is genoeg bij die kinderen. Anesthesie hoeft niet te verdoven. Kunnen gewoon na 75 seconden kunnen we het hart eruit halen en overplaatsen. Hoe lang no-touch tijd? Niet te lang in verband met de kwaliteit van de organen. 75 seconden, daar zijn ze het wel over eens. Dat is toch te kort. Laten we maar houden op 5 minuten. Dat is een mooi gemiddelde. Zijn de hersenen na 5 minuten dood? Daar gaan we dan. Na 5 minuten circulatiestilstand is niemand overleden en zijn de hersenen nog intact, zegt de neuroloog. In Duitsland is iemand na 10 minuten hartstilstand nog niet dood. Vandaar worden in Duitsland geen organen toegestaan van mensen die na circulatiestilstand dus geoogst gaan worden, als ik het zo mag zeggen. Dat wordt in Duitsland niet gedaan, alleen de hersendoden. Bij een normale lichaamstemperatuur is er onherstelbare hersenschade na 20 minuten, zegt dokter Schumann, neuroloog. De prikkelbaarheid van het ruggenmerg stopt pas na 15 tot 20 minuten. Pas na 30 minuten afwezige bloedstroom in de hersenen treedt een onherstelbare beschadiging van de hersenen op. Pas na 30 minuten. Zelfs na 20 tot 30 minuten geen bloedstroom na een hartstilstand zijn na reanimatie diverse hersenfuncties nog terug te krijgen. Nou ja, ik heb hier een schema gemaakt met allerlei getalletjes erin. En ik gooi ze er maar eventjes in. In Duitsland was het 10 minuten, Schumann zei 20 minuten. En hier zie je dus reanimatie mogelijk. In het blad Nature stond in 2019 een zeer opvallend onderzoek van varkens. Waarbij de hersenen van varkens 4 uur na de dood werden bekeken. En tot grote verbazing bleek dat de hersenen in staat waren om weer immuunfunctie te vertonen, om weer suikerverbruik te vertonen, om weer actief te kunnen worden, na 15 minuten. Dus na 15 minuten gaan we pas praten over misschien dat er nu in de hersenen iets aan de hand is. Dus het is een rekbaar, als dus het EHBO-boekje zegt 4 tot 6 minuten, zeggen ze hier nou 15 minuten. Tweede punt pak ik er even uit. Pas op voor het missen van een minimaal bewuste toestand. Locked-in syndroom, dat is een situatie waarbij in de hersenstam een bloedvat beschadigd is. En de mensen lijken dus dood. Maak je een EEG, dan staat helemaal actief. Ze horen alles, ze zien alles. Ze proeven alles, maar ze kunnen zich niet uiten. Ze kunnen zich niet verstaanbaar maken. Ze zijn opgesloten in hun eigen lichaam. Maar ze zijn beslist niet dood. Locked-in syndroom. In Luik, in België, daar is een professor, die heeft daar een kliniek. En die heeft onderzoek gedaan, verdergaand onderzoek met locked-in syndroom. Maar ook naar infratentorieel hersenletsel en naar minimaal bewuste toestand. En dan bleken mensen waarvan in het verleden steeds gezegd werd, het zijn gewoon planten. Ze doen niks meer, je hebt geen contact met ze. Als je nauwkeurig onderzoek deed, dan vond je dat ze wel degelijk een minimaal bewustzijn hadden. Met andere woorden, het onderzoek wat we nu hebben, dat voldoet niet. Wij worden geconfronteerd met de Bijbelse opdracht, gij zult niet doden. Gij zult niet de onwaarheid vertellen. Bijvoorbeeld tegen mensen zeggen,
dat iemand die hersendood is een beademd stoffelijk overschot is. Dat is een leugen. Iemand is geen stoffelijk overschot dan. En tot slot natuurlijk, u zult niet begeren uw naaste goed orgaan, het tiende gebod. Hoog tijd is voor het realisme, bij het leven hoort ook de dood, hersendoden. Het lichaam wordt gezien door degene die daarmee omgaan, die best in respect soms met de overledene omgaan. Er zijn echt artsen die dat met respect doen. Maar er zijn ook artsen die als aasgieren op het lichaam afgaan. Ineens zijn er geen 7, maar 15 mensen. De een komt voor de lever, de ander voor de longen, die komt voor het hart. Die wil nog wat botten, die wil nog wat eruit. En dat betekent dus dat er wordt gesproken van, het lichaam is toch maar gemuze, groente. En de rest van het lichaam is dood. Dus de hersenen zijn dood. Volgens Schwab is alles hersenen. Dat is het. Als je zonder hersenen ben je er niet meer, ben je geen persoon meer. Restkörper, wat je ziet is iemand die slaapt, toch rationeel gezien. Je moet Maya denken gaan doen. Denken moet veranderd worden. Je ziet hem als levend. Nee, hij is dood. Nadat de persoon circulatie dood met grote spoed in de operatiekamers gebracht, zijn er 3 mogelijkheden. Machinale perfusie, dat betekent dat het orgaan uit het lichaam gehaald wordt, bijvoorbeeld het hart. En het wordt direct in een machine gezet waar het doorstroomd wordt met bloed en met voedingsstoffen. En dan eigenlijk in bijzonder goede conditie komt. Dat is machinale perfusie, wordt meteen gedaan, zonder narcose. Dit is bij de patiënt die circulatie dood is, na 5 minuten. Gebruik mechanische reanimator. Nu, ik zal dadelijk het plaatje laten zien. Dat is eigenlijk wat beter om dat te zien in het plaatje. Machinale perfusie, dan zie je dit apparaat. Dat is een hart. Tweede is mechanisch, dat is een Lucas. Dat is een apparaat wat zelf naar beneden drukt en weer omhoog naar beneden drukt. Dus dat hoef jij dan niet meer te doen. Regionale perfusie, dat is een plaatje waarin die zwarte streepjes boven, dat zijn afgeklemde hersenvaten, zodat de hersenvaten geen zuurstof meer krijgen en je bewustzijn zogenaamd weg is. Hier wordt dus zuurstofarm bloed door pomp en door een zuurstofapparaat, oxygenator, van zuurstof voorzien. Dan wordt van blauw tot rood, wordt door een pomp voortgepompt. En dan heb je een zogenaamde hart-longmachine. In dure termen ECMO, extracorporale. Wat was het laatste ook weer? MA. Dat schiet me even niet gauw te binnen. Nadelen. Van al deze nadelen, dat zou je kunnen samenvatten. In welke zin heeft iemand geen bewustzijn meer? En als iemand nog bewustzijn heeft, ik ken het boek van Pim van Lommel, Eindeloos Bewustzijn. Als iemand dood is, heeft hij nog bewustzijn. En wij als christen weten dat het bewustzijn gewoon er nog is. Hoe lang? Ik ben heel voorzichtig daarmee. Ik durf heel voorzichtig te zeggen, als iemand onherstelbaar niet meer te reanimeren is, niet meer te beademen, niet meer hartmassages toe te passen, dan is er een moment dat ik denk dat je kunt zeggen, de ziel heeft het lichaam verlaten. Hoe lang dat is daarna, weet ik niet. Maar dan is er een onomkeerbaar punt gekomen waarin de ziel, die toch ook staat voor het leven wat in het lichaam wordt afgegeven. Er is geen leven meer in het lichaam opwekbaar. Iemand heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Dan heb je geen ziel meer in je lichaam. Is er nog bewustzijn? We slaan dat maar eens over. Bewustzijn bij een hersendode. Nou ja, dat is allemaal mooi. Transplantatiegeneeskundigen, die zeggen heel duidelijk, iemand die hersendood of hersenstam dood is, die kan geen pijn voelen.
Wat gebeurt er tijdens een operatie? Dan kan iemand soms de Lazarusreflex krijgen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat iemand ineens zitten op de tafel. Hij komt langzaam overeind, gaat zitten. En het gebeurt dat iemand zijn arm omhoog gaat en op de schouder legt van een verpleegkundige. En dan heel langzaam zakt de arm weer naar beneden. Terwijl ze een snee aan het maken zijn. En gaat weer liggen. Is dat een teken van dood? De chirurg schrikt zich het ongeluk. De verpleegkundige schrikt zich een ongeluk. En kijkt opnieuw naar de neurologe in de zaal. Was die persoon wel hersendood? Ja, was hersendood. Oké, ga dan maar door. Meerdere uit hersendood bijgekomen patiënten verklaren pijngevoel te hebben en zaken bewust meegemaakt. Wat je ziet bij die meerdere van die patiënten is dat ze soms ontzettend pijn in hun gezicht hebben. Dat er is geen narcose gegeven en ze ziet op hun gezicht een intense pijn. Vreselijk. Ik vind het vreselijk wat er gebeurt. Silent scream. Er zijn mensen die alles horen wat er om ze heen gezegd wordt. Maar ze kunnen niks zeggen. Hersendood. Ja, uw vrouw is hersendood. Kan niet meer bijkomen. Mogen wij de organen? U kunt het beste alles al gaan regelen. Nee. Ik ben nog niet dood. Ik ben er nog. Ik kan het niet zeggen. U kunt voor de begrafenis alles in orde maken. Angela Libby. Esmee Veenstra in ons land, ook een voorbeeld. Eén traan uit het oog redt haar. Plots, vlak voordat ze weggereden wordt naar de operatiekamer, komt er een traan uit het oog en rolt over de wang. Oh, toch niet hersendood. Hadden ze dat iets later gedaan, dan waren de organen er al uit geweest. Er is enorm veel veranderd in de geneeskunde. Er wordt heel veel uitgevonden. En steeds moeten wij de vraag stellen: is dit goed of is het niet goed? Abortus. In vitro fertilisatie. Allerlei nieuwe onderzoeken die hier gedaan worden. Nieuwe dingen die wij kunnen. En het lijkt wel alsof de mens tot steeds meer in staat is. 1950, 1960 wordt ineens, en dat zijn dramatische grote ontwikkelingen, wordt reanimatie uitgevonden. Er wordt uitgevonden dat je hartmassage kunt toepassen bij iemand die een hartstilstand heeft. Dat je iemand kunt beademen. Er wordt ook een ademhalingsapparaat uitgevonden. Ze hebben nu een Lucas die automatisch die druk op de borst uitoefent. Ze hebben nu de mogelijkheden om in je hart bijvoorbeeld kleine stolseltjes te verwijderen. Ze hebben de mogelijkheid om in heel veel dingen, maar de mens weet eigenlijk nog verschrikkelijk veel niet van de hersenen. Hij meent dat hij zoveel weet. En soms heb je het idee dat je komt op dezelfde fout van Genesis 1, namelijk dat Genesis 2, waarin de slang zegt: gij zult zijn als God. Dan hebben we God niet meer nodig. We hebben alleen een nieuw orgaan nodig. En als we een nieuw orgaan hebben en dat doet het niet meer, dan heb ik weer een nieuw orgaan nodig. En doet dat het niet meer, dan heb ik weer een nieuw orgaan nodig. Laat alsjeblieft die nieuwe regels van mevrouw Dijkstra maar gaan werken. Laat die 25% maar niet kiezen, want dan hebben we organen en goede organen. Dat betekent dat iemand, ook een christen, in een soort mal terechtkomt. Vroeger was het zo dat je voorbereid werd op: wij kunnen niks meer voor u doen. 1940, 1945, 1948. We kunnen niets meer voor u doen. Je kon je voorbereiden op je dood. Nu bereiden we ons niet meer voor op de dood, maar we bereiden ons als christen steeds, zijn we bezig met het hier en nu. Ik wil niet dood. Ik wil niet naar de hemel nog. Ik wil nog hier blijven. Met andere woorden, er vinden in onze hersenen, in onze gedachten, vinden essentiële veranderingen plaats, waarin wij een soort almachtsgevoel krijgen. De dokters kunnen van alles en nog wat.
En wij hoeven ons alleen maar weer te melden voor een nieuw orgaan. En dan zet ze gewoon een nieuw orgaan erin. En dat is het grote probleem van de tijd waarin wij zitten. En dit is slechts één voorbeeld. Het grote probleem van deze tijd is dat wij steeds meer veranderen in ons denken. Wordt hervormd in uw denken. Wordt niet hervormd in uw denken, maar wel hervormd in het denken naar zoals God het wil. God wil graag dat wij veranderen. En in deze eindtijd is het belangrijk dat wij veranderen naar de wil van God. Daar moeten we zijn. De eindtijd betekent dat er een enorme aanval op het christendom plaatsvindt. En dat christenen af gaan haken. En veranderd zijn zo in hun denken dat ze van Christus verwijderd zijn. Door allerlei verkeerde occulte therapieën. Ik heb daar een boek over geschreven. Mensen gaan steeds minder met hun geloof aan de gang. Het lijkt net alsof die therapieën het geloof wegdrukken. Christus wegdrukken door mindfulness. We noemen het Christfulness. Onderwerp veel uitgebreider. Betekent dus dat vanaf 1950 is zo'n spiraalontwikkeling. Lijkt omhoog te gaan, maar gaat ook omlaag. Er zijn mensen die plegen zelfmoord omdat ze een nieuw orgaan hebben. Hadden ze het maar niet gedaan. Want ze voelen zich zo ellendig. Ze hebben zoveel bijwerkingen. Ze hebben een opgezwollen gezicht. Ze hebben nieren die het niet meer doen. Ze hebben allerlei verschijnselen dat ze nog meer moe zijn. Ze hebben alweer temperatuurverhoging van 37,5. Moeten weer naar het ziekenhuis. Moeten weer kilo's met antibiotica. En nu moeten we heel veel Prograft gebruiken. Dat zijn medicijnen die de immuniteit wegdrukken. Helemaal wegdrukken. Mensen gaan niet alleen vooruit. En in hun denken, ik heb een nieuw orgaan van een man, zegt een vrouw. Ik ga als een man denken. Er zit iets vreemds in mij. Ik voel mij niet meer mijzelf. En mensen voelen zich verdinglijkt in het ziekenhuis. Jouw lichaam is gewoon een ding geworden. Laat het maar gaan zitten of gaan wat dan ook. Het is een ding. Het is gemuze, het is groente. Niet meer, het is een restkörper. En het is gewoon een auto waar je onderdelen uithaalt. Haal er alles maar uit. Je hebt het toch niet meer nodig. Ik zou willen pleiten voor meer onderzoek op het gebied van de alternatieven. En er is heel veel geld van de overheid, want er zijn miljoenen nodig voor al het onderzoek wat gedaan wordt. En dan met name op het gebied van de orgaantransplantatie. Daar zijn zo miljoenen voor fase 1 onderzoek, fase 2, fase 3, fase 4. Maar dat hebben de anderen krijgen dat niet. De stamcelonderzoekers die hebben dat geld niet. Terwijl daar een wereld te winnen is. Want als je met eigen stamcellen uit je beenmerg een versterking van je hartfunctie kunt krijgen. Dat is dus geweldig. Daar valt een wereld te winnen. Mensen kunnen naar de maan. Het is een kleinigheid. Laat ze geld gaan stoppen, ook de overheid, in de alternatieven. En laat de mensen ophouden met niet meer te koelen. Laat ze ophouden met de apneutest. Laat ze ophouden met die zotte diagnoses die geen diagnoses zijn. De transplantatiegeneeskunde is een ontsporing van de geneeskunde die de eed van Hippocrates en de DDR geweld aandoet en ontspringt uit onzuivere bron. De eed van Hippocrates die niet meer zegt dan doe alles wat goed is voor een patiënt. Doe geen kwaad aan de patiënt. Nou, ik denk dat je heel wat kwaad doet aan een patiënt die nog bewustzijn heeft, maar zich niet kenbaar kan maken en waar je zonder narcose. Vroeger werden mensen zelfs vastgebonden, dat ze niet konden bewegen, organen eruit haalt. Ik denk dat dat niets meer met de eed van Hippocrates te maken heeft. Soms wordt er wel narcose toegepast. DDR. Dat is de death donor rule, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat betekent dat je zeker weet dat iemand dood is. Nou, dat weet je met alle twee deze vormen
niet. En je ontspringt uit onzuivere bron. Meneer Beecher had het alleen, had zijn kennis gehaald uit de nazi-rapporten. En pas na zijn dood zijn zijn rapporten openbaar geworden. 2. De transplantatiegeneeskunde geeft geen informed consent aan de potentiële donor en liegt als ze mensen wijsmaakt na hun dood organen te oogsten. Dat betekent dus ze geeft geen informed consent. Mensen vragen het allemaal, wat is dat hersendood? Je krijgt een of ander antwoord, ze weten het zelf niet eens. En dan vragen de mensen, zijn we echt dood? Ze krijgen zo'n antwoord, geen informed consent. Ze weten niet precies waar ze aan toe zijn. Ze weten niet precies, er wordt niet over gesproken dat er een apneutest wordt gedaan. Dat ze 10 minuten van de beademing afgaan. Geen informed consent. Dat doen ze bij alle andere operaties wel. U krijgt een galoperatie, dan gaan we dit doen en dat doen en zus en zo. En dit zijn de complicaties. Dat is informed consent. Als mensen besluiten met de gekregen informatie toch donor te willen zijn, dienen zij een volkomen narcose te krijgen. Absoluut. Helemaal narcose. Sommige anesthesisten doen het stiekem. Die doen het toch. Ze hebben er geen vrede mee. Of ze stoppen met hun beroep. Wel informed consent vindt plaats bij donatie bij leven. Dat wordt als een gewone. U wordt een stukje van uw long weggehaald. Dan moeten we dit doen, dan moeten we dat doen. Dit zijn de complicaties mogelijk. Alles wat normaal bij een operatie plaatsvindt, hier wel. Dus bij dit, dus bij donatie bij leven, zou ik heel voorzichtig willen zeggen, daar wordt er ook narcose gegeven enzovoort. En goede begeleiding. Het enige grote nadeel is toch dat een patiënt zijn al de afstotingsmechanismen, afstotingsmedicijnen moet blijven gebruiken. En dat zijn er heel wat. De transplantatiegeneeskunde is een miljardenbedrijf waar Big Pharma volop in meedeelt. Vorig jaar had No Pharma een 1 miljard omzet. Veel belangrijker is de vervanging van de transplantatiegeneeskunde door behandelen van mensen met lichaams-eigen stamcellen die worden niet afgestoten. Of kunstorganen die niet afgestoten worden. Het probleem is dat de onderzoekers vaak niet beschikken over de fondsen die de transplantatiegeneeskunde volop heeft. Een goed wetenschappelijk onderzoek kost miljoenen. Er zijn veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van bepaalde cellen. De SEA-remmers, prime editing en 3D-printing is een aparte lezing. Oké. Okay.